Als Klaas-Jan Huntelaar vandaag scoort, dan maakt hij zijn 50ste competitiegoal voor Ajax. En daar heeft hij dan 61 wedstrijden voor nodig gehad. Alleen Henk Groot, Ruud Geels, Kees Groot en ja, Johan Cruijff deden dat ooit beter. Werk aan de winkel voor Ogararu. Speler van Roemenië. De Jong. Elshot. Hier is Lulling voor de eerste keer. Stam. Hij toch vooral de man met de arbeid op het middenveld van NAC. Een onderschat middenveld. Iedereen heeft het altijd over de aanval en de goede verdediging. Maar het middenveld met hier Molhoek. En ook Stam en Veher. Intelligent en met veel inzet spelend altijd. Swaanswijk. Molhoek. Metiliga. Kolka wil in de voeten. Molhoek met Gabri. Bal over de lijn. De inworp is voor Ajax. De Roemeen George Ogararu gaat strak op Huntelaar gooien. Duwtje aan de spits van Ajax door Swaanswijk. Snel genomen, dat mag. Geen buitenspel. Suarez ten Rauwelaar. Buitengewoon verrassend hoe Ajax die vrije trap daar neemt. Suarez nog. En dan definitief ten Rauwelaar. Dat was dus voor iedereen schrikken. Kijk maar. Halfslachtig lopen ze terug. En daar gaat Suarez geen buitenspel dus. Knap werk. En dan ten Rauwelaar. De enige attente speler van NAC hier. Vertongen. Huntelaar. Was los van Penders. Maar dan is er nog Swaanswijk. Het sterke duo van NAC centraal achterin. Dat hier tegen de beste spits van Nederland aan de bak moet. Maar we zijn met z'n tweeën. Huntelaar is alleen. Lastig zat. Er hoort wel een hoekschop bij. Genomen door Loeken. Achterin is De Jong. Kolka ruimt half op. Emanuelsson pikt op. Daar gaat Loeken, maar dat had Emanuelsson dan weer niet gezien. Lulling op inzet. Vertongen, Huntelaar. De Jong, Hens van Penders, niet opzettelijk beoordeeld Blom. Dus NAC kan bouwen met Stam. Veher, links gaat Kolka. Goed balletje van Veher. Kolka, Amoa is voor, tweede lijn is hij er nog. En Stekelenburg. Ook een kans voor NAC, voor Saba Veher die de aanval zelf opzet. En met hulp van Kolka en ook een beetje Amoa, plots in koppositie komt. De snelle Finn. Amoa naar de eerste paal. En dan is hij daar in zeg maar de tweede lijn. En kopt hij op Stekelenburg af. De hoekschop voor NAC met Kolka. Daar is Stekelenburg. En dat is een vangbal. Snelle hervatting. Loeken. Elshot is gezien. Loeken ten Rauwelaar. Wat een lekker begin van deze Ajax-NAC. Nauwelijks 4 minuten gespeeld. En al behoorlijk wat gebeurt voor de goals. Molhoek. Veher. Kolka met Ogararu. Finland tegen Roemenië. Daar is Amoa. Een man om in de gaten te houden voor Ajax. 13 wedstrijden speelde hij tegen Ajax, Amoa. 6 doelpunten tegen de hoofdstedelingen. Geen gek gemiddelde natuurlijk. Suarez.
Penders. Huntelaar is slimmer. Maar Zwaanswijk helpt. Maduro. Matiliga. Daar gaat Patrick Matiliga. Dan moet Kolka daar gebruik van kunnen maken. Omdat Ogararo moet kiezen. Maar Ogararo kiest goed. Kleine overtreding op Matiliga. En dan zat hij Kolka moeten laten gaan. Penders. Zwaanswijk. Wordt niet aangepakt. Vindt Matiliga. Capri moet mee met Molhoek. Kolka, Molhoek. Zou kunnen. Ogararo en Maduro lossen het op. Suarez. Kopt niet alleen de bal. Hij landt ook boven op Ronny Stam. Emanuelsson. Penders. Rob Penders heeft besloten dat hij Klaas-Jan Huntelaar iets anders gaat dekken. Proactief. Zoals dat met een mooi woord heet. Dus één keer raken en een ander inschakelen voor Huntelaar. Voordeel is voor NAC. De overtreding van Suarez, zo oordeelt Kevin Blom. Zijn 9e, zijn 8e wedstrijd moet ik zeggen. 26 keer geel, 1 keer rood al dit seizoen. En niet de eerste keer. Dus dat hij hier in de arena bij deze ontmoeting actief is. Maduro. Molhoek. Kolka buitengewoon actief en attent die eerste minuten. Matiliga. Ogararo. Kolka had de buitenbaan. En dan maak je meer meters. Slordig van Zwaanswijk. Gabri profiteert niet. Hier is Penders. Toch maar even de rust bij NAC. Behoorlijk onstuimig begin. En nu is het wat overzichtelijker. Dan staat alles wel zo'n beetje. Kolka. Amoa. Veher. Stam. Penders. Weet niet waarheen. Terug kan altijd, maar... Levert een incidenteel fluitje op. Zwaanswijk met de lange crosspaas zoals we die van Patrick Zwaanswijk kennen. Die komt bij Leurling aan. Omdat Emanuelsson mistimed. Dat doet Vertongen niet. En met hulp van Siem de Jong dan toch weer Emanuelsson. Die te veel tijd neemt. Suarez wil wel doorstoren. Buitenspel gezien. En dus mag Vertongen de vrije trap nemen. Hier is Heitinga. Vertongen. Huntelaar. Iets te laat gestart. Tidiga. Het zag er wat gek uit, maar het heeft effect wat met Tidiga daar deed. En daar gaat hij alweer. Kolka gaat nu ook. En nu is hij buitenspel. Het wordt wat laat gezien door de grensrechter. Geeft Matiliga een split second eerder. Is Kolka weg bij Ogararo. Die Roemeen heeft toch behoorlijk veel last. Met kiezen steeds als Matiliga opkomt. En dan kiest hij vaak voor Matiliga. En het is nog geen eens buitenspel ook. Helemaal opmerkelijk. Loeken. Capri. Maduro. Emanuelsson. Vertongen. Heitinga blijft als enige achter. Vertongen, Hens van Penders. Moet geel zijn. Maar Blom geeft geen geel. Spelbederf, op zijn zachtst gezegd. Want kijk eens wie de bal anders had gehad. Penders ontsnapt.
Ogen gericht op de spits. Loeken. Bal was richting Siem de Jong. Voor wie het toch een mooi seizoen is. 18 jaar. Zesde wedstrijd in de Eredivisie. En eigenlijk een van de spelers over wie Adrie Koster niet twijfelt. Brengt heel veel, zegt hij aan de linkerkant op het middenveld. Siem de Jong, dus waarom zou ik die passeren? En zo kiest hij dus voor de Jong en niet voor Bakir Çoğlu. Omdat het gewoon goed gaat met die 18-jarige middenvelder. Met het veelzeggende rugnummer 38. Maduro. De Jong wil. En krijgt. Stam is mee. Loeken probeert het open te trekken. En Siem de Jong zag een gat. De aanname lekker. Stam denkt die gaat buitenom. Dat doet hij niet. En dan probeert hij toch de banaan. In de verre hoek. De Rauwelaar was in de buurt. Loeken houdt wel binnen, maar doet dat voor Penders. Zo kennen we NAC. Af en toe hollen, maar dan toch vooral heel vaak stilstaan. Het heeft de ploeg van Ernie Brands behoorlijk ver gebracht. Kolka krijgt een tik van Ogararu op de Achillespees. Nu neemt NAC snel en dat mag dan niet. Want Blom is nog in de veronderstelling dat Ogararu al het Nederlands verstaat wat hij zegt. Het is in ieder geval de laatste keer geweest dat hij wegkomt met een vermaning. Met Tiliga. Amoa even uit de spits. Ogararu, Heitinga, Huntelaar, Gabri. Zwaanswijk is helemaal hier. Die is niet snel. En met Tiliga moet dan natuurlijk op de bom. Zo. Hij is coulant vandaag, zeg. Kevin Blom. Dit was echt een gele kaart waardig. Want Gabri was op weg. Ja, dit moet bestraft worden. Kom op nou. Anders was hij een end gekomen, hoor. Buitengewoon coulant. Loeken met de vrije trap. Maduro in de buurt, Suarez en Vertonghen. Ja, waarvan akte. Een mooie reeks voor Ernie Brands. De enige uitwedstrijd die verloren ging was de eerste tegen Feyenoord. 5-0 in de Kuip. Maar daarna niet meer verloren in uitwedstrijden. En voorlopig gaat het ook hier in Amsterdam al een klein kwartier. Naar de wens van Ernie Brands mag je aannemen. Maduro. NAC staat weer als een blok. De Jong vindt Loeken. Suarez, Loeken, Penders is mee. Hier is Emanuelsson. Achterin helemaal Huntelaar. Hier bijna Suarez. Maar de voorzet van Emanuelsson was niet goed. Kolka. Molhoek. Jonas Kolka. Veher. Tiliga. Molhoek. Kolka. Metiliga. Molhoek probeert de bal af te schermen en wordt dan geraakt.
is een gevoelige speler, Rogier Molhoek. Qua fysiek. En hier had het ook een heel vervelend gevolg kunnen hebben. Voor zijn kniebanden. Maar hij loopt alweer. Nou ja, schokken. Vrije trap is voor Leurling. Die is strak, maar te laag. Huntelaar kopt. Metiliga. Leurling ontsnapt aan de buitenspelval. Amoa niet. Vertongen verschiet zich een beetje. En geeft een hoekschop weg. Leurling. Is voor Elshot. Kolka ging net de andere kant op, dus Elshot speelt Suarez aan. Loeken kon niet, die stond buiten spel en Huntelaar moet nu helemaal naar buiten. Ronnie Stam in de achtervolging. Een inworp voor NAC, ja. Balletje was van Suarez. Molhoek. Zwaanswijk. Elshot. NAC heeft aan de rechterkant nog weinig weten op te bouwen. Komt ook omdat Anthony Leurling veel naar de centrale positie loopt. Geeft wel ruimte voor Elshot hier. Maduro. Knap werk. Huntelaar met vier man om zich heen. Vertongen. Loeken gelooft erin en houdt niet binnen. Kennedy Bakircioglu dus wel weer helemaal fit. Maar ja, wie moet er dan uit? Adrie Koster zegt voorlopig maar niemand. En dus zit Kennedy Bakircioglu op de bank. Emanuelsson. Loeken levert in bij Elshot. Zoals het nu gaat, is het eigenlijk zoals NAC het wil. Laag tempo en veel balbezit voor de Bredase ploeg. Stam. Molhoek. Metiliga. Veher zou kunnen. Kolka speelt hem aan. Maduro. Zo. Dat is een soevereine sliding. Maar hij voert zijn actie nu te ver door. Veher. Gabri tackelt op de bal. Stam. Op het middenveld wordt af en toe wel lekker geknokt. En door Vertongen ook. Tot twee keer toe, ja. Hij fluit Kevin Blom voor de eerste op Amoa. Nou, die tweede op Leurling mocht er ook wezen. Van die jonge Belg. En nog steeds meent Kevin Blom dat hij het zonder kaarten af kan. Stam. Leurling even los van Emanuelsson. Moeite met de controle. Een doeltrap. Het is af en toe behoorlijk schrikken voor de twee backs van Ajax. In dit geval Emanuelsson. Als ze af en toe toch vrij eenvoudig overlopen worden. Door Leurling in dit geval. En hier ook Araru. Door Kolka. Tiliga. Penders. Met Tiliga. Molhoek. Steeds Gabri lastig in zijn rug en daar wordt hij af en toe enigszins nerveus van.
Waardoor ook Araru mag gooien. Vertongen. Ook Araru kan ver gooien, maar niet zo ver dat hij Huntelaar bereikt. Betiliga, Zwaanswijk, Stam. Gevaarlijke balletjes altijd zo door het midden, vlak voor je defensie. Leuling. Emanuelsson. Nu is Elschot daar weg. Stam neemt de positie over. Emanuelsson wordt niet bereikt. Maar zo voetbalslim is Ajax dan natuurlijk wel. De rechtsback van NAC was helemaal uit positie. En dan wordt gelijk die positie opgezocht door de linkerkant van Ajax. Het levert nu een hoekschop op. Loeken. Maduro. Kon koppen, maar raakte de bal niet. Inworp voor Ajax. Via Siem de Jong. Wachten op Ogararu, want die haalt de penalty stip als het moet. De bal is droog. En daar de inworp richting de penalty stip. En Suarez met bijna een hoogstandje. Het is even geleden dat er weer wat gebeurt voor een der beide goals. Nu de inworp van Ogararu en de bijna omhaal van Luis Suarez. Bal over de lijn. Heitinga. De Jong knap langs Elschot. Verheer zegt voor ons. Blom zegt voor Ajax. Suarez. Maduro. Emanuelsson. Amoa ontfutselt Vertongen de bal. Maar hij is helemaal alleen. Want niemand van NAC rekent daarop. Nu Molhoek. Met wat steun. Maar die van NAC blijven allemaal staan. En dus blijft de stand ook nog staan. 0-0. Zwaanswijk. Kolka. Weer een mooie paas. Een mooie trap van Patrick Zwaanswijk. Metiliga. Metiliga. Dat was behoorlijk getelefoneerd. Kolka. Ogararu en Gabri komen daaruit. Loeken. Zwaanswijk. Saba Veher. Koka. Molhoek. Wilde de 1-2. Amoa. Leurling. Op één lijn staan de Ajaxiden. Oppassen dus. Als Elschot hier komt, ja. De eigen goal van Jan Vertongen. 1-0 voor NAC. Typisch zo'n NAC Breda goal. Sussen Ajax in slaap. En dan ineens steekt een bek over. In dit geval Koert Elschot. En zijn voorzet verdwijnt via de onfortuinlijke Vertongen achter de goal. Achter Stekelenburg. Daar ineens verrassend Koert Elschot. En het is gewoon een voorzet op Amoa. Vertongen zit ertussen. Maar op een voor Ajax fatale manier. Daar was niet op te anticiperen door Stekelenburg. Vreugde op de bank bij NAC. En een verrassende tussenstand. 0-1.
En om nou te zeggen, NAC is de afgelopen 15 minuten zelf in de problemen gekomen. Nee. Huntelaar. Suarez. Ten Rauwela. Heitinga voor Amoa. Gabri voor Molouk. Veher te fel. Maduro. Gabri. Loeken, bal kwijt. Na een duwtje van Matiliga. Daar gaat Matiliga. Amoa ziet hem, maar speelt hem niet goed aan. Doorzien door Heitinga. Maduro. De Jong. Ongararu. Huntelaar. Even uit de dekking. Maar heel even. Suarez. Gabri. En dan is Molouk ook aan het meeverdedigen. Over een goede middenvelder gesproken. Rogier Molouk is er zo een. Hard werken. Intelligent. Gabri. De Jong. Huntelaar laat lopen. Molouk. Terug kan altijd. Zwaanswijk predikt de rust. NAC staat immers voor. Leurling. Vertongen. Emanuelsson. Door het midden via Heitinga. Alle tijd voor hem. En dit is toch even lastig hoor voor Jan Vertongen. Leurling blijft rustig. Helshot. Amoa. Vertongen geeft nu alles. En dat helpt. De inworp voor Ajax. Huntelaar. De afgelopen 20 minuten heeft Ajax nauwelijks kansen gecreëerd. Laat staan gehad. En dat moet toch frustrerend zijn. Zeker als je dan ook nog eens achterkomt door een eigen doelpunt. Heitinga. Gabri. Ten Rauwelaar. Een trainingsbal. Ja, de Ajaxiden gaan maar eens een beetje zingen. Misschien dat dat helpt. Dat is toch even aan je kin krabben. Bijna geen kans gecreëerd. En ook nog eens met 1-0 achter. En dan hier weer een foutje. Waar Veher van probeert te profiteren. Met hulp van Elschot. Leurling. Zo fop je Vertongen niet. Leurling blijft wel doorzetten. En dat helpt. Leurling. Jongen. De defensie van Ajax is niet de meest wakkere linie van de koploper vandaag. Even wachten tot iedereen er is. De lange mannen, Zwaanswijk en Penders. Leurling, daar achterin is dan Amoa. Maar die bal was te hoog voor hem. Zo is het al heel lang, bijna een half uur, behoorlijk stil in de arena. Letterlijk, omdat er wat minder mensen zitten dan normaal. Zal wel met Sinterklaas te maken hebben. Maar ook figuurlijk. Want er valt weinig te juichen.
Maduro. Emanuelsson. Wanneer komt er weer eens een mogelijkheid voor Ajax? Nou, als het zo gaat, gaat hij er niet komen. Slordig van Loeken. En Huntelaar loopt vooral achter de ballen aan. Dat geldt ook voor de Spanjaard. Zwanswijk. Lulling. Elshot, Lulling. Vanuit stilstand. Een overtreding dan van Elshot op Emanuelsson. Die na zijn goal nog furieuzer is gaan aanvallen. En het gaat goed voor Ernie Brands. Vooral dankzij de inzet van deze rechtsback. Maduro. Huntelaar. Vertongen. Gabri. Penders. De Jong even vrij. Controleert de bal niet. In tweede instantie wel. En dan de overtreding van Lulling. Vrije trap op een goede plek voor Ajax. Echt een aanvaller die moet verdedigen. Wat is het plan? Tweemans muurtje. 32,5 meter tot het hart van de goal. Maar daar staat Ten Rauwelaar. In één keer of toch maar voorgeven. Of Huntelaar misschien in de tweede lijn aanspelen. Dat kan ook nog. Loeken, Heitinga gaat het proberen. Hard zat, maar niet gericht genoeg. Hij schiet. Loeihard. En ook retenstrak, om het maar eens zo te zeggen. Maar het gaat wel een meter of drie naast. Elshot. Veher. Kolka. Amoa. Voordeel. Gegeven door Blom, maar dat is het niet. Voor NAC. Huntelaar. Maduro. Het moet echt snel gaan, die uitbraken tegen NAC. Anders is iedereen alweer terug. Huntelaar. Zwaanswijk. Lulling. Nu kan NAC omschakelen. Amoa. De enige vooruitgeschoven pion. Maar die wordt niet bereikt. Stond vast om niet buitenspel te staan. Heitinga. Ook Araru. Zwaanswijk, Molhoek. Amoa liep net naar de goal te kijken. En zegt ik wil hem eroverheen de volgende keer. Molhoek. En Lulling met heel veel ruimte. Molhoek, Amoa biedt zich aan. Molhoek ziet een gat en probeert het zelf. Kun je doen, maar dan moet het wel natuurlijk op de goal. John Jaken, nog voor 4 jaar herkozen in de Raad van Commissarissen. Eigenlijk tussen neus en lippen door. Maduro, geen buitenspel voor Suarez. Suarez kapt. En nu de verre hoek. Hij wacht wel heel lang, zeg. Dan kan Zwaanswijk in het duel komen. Ten Rauwelaar krijgt een vrije trap mee. Maar zat er even behoorlijk naast. Maar wat wachtte Luis Suarez lang om te schieten. Maduro. Suarez, zoals we hem kennen, ontsnapt aan de buitenspelval. En wat doet hij dan? Hij gaat nadenken. Daardoor kan Zwaanswijk ertussen komen. En hier een overtreding op Ten Rauwelaar in zijn eigen gebiedje. Kolka. Molhoek. Dwars gezeten door Maduro. Nee, Ajax zal echt een tempootje hoger moeten. Wil het NAC verontrusten. Want
In dit tempo kan NAC steeds terugplooien. Zijn mannetje opzoeken. Goed gaan staan. En dat levert voor Ajax de nodige problemen op. De bal elkaar toespelen achterin heeft weinig zin. Richting Huntelaar of Loeken. Heeft veel meer zin. Loeken. Ten Rauwelaar. Vangbal. Bovendien achter de achterlijn geweest. Zo heeft de assistent van Kevin Blom aangegeven. En dus mag Ten Rauwelaar een doeltrap nemen. En neemt daarvoor alle tijd. Ja, het probleem voor Suárez en Huntelaar. Dat geldt ook voor Loeken. Is dat zij steeds twee mannetjes bij zich hebben. Omdat Ajax langzaam aandoet, komt NAC steeds weer terug in positie. En ziet er dan nog maar eens doorheen te komen. Het zou kunnen met een individuele actie. Bijvoorbeeld Vertonghen, die hier het fluitsignaal mee heeft van Kevin Blom. En daarover niet mag klagen. Heitinga. Huntelaar kwam net vanuit buitenspel. Suárez stond dat niet. Maar maakt dan een overtreding. Penders half. Daardoor Suárez toch weer kansrijk. En dan zou hij hebben vastgehouden bij Matidiga. Maar daar was sprake van twee richtingsverkeren. Niet alleen van Suárez. Vertonghen. Lulling Amoa. Opnieuw worden de NAC-aanvallers halfslachtig aangepakt. Hier weer door Oguraru. Kolka. Verher wilde in één keer naar Molhoek. Penders. Een trucje. Met Tiliga. Kolka krijgt een cookie van Gabri. Was zeker geen buiteling. Kijk maar. Oh. En dan nog zegt Gabri, het was een schwalbe. Met die liga. Op aanwijzen van Patrick Zwaanswijk. Helemaal terug op Ten Rauwelaar. Dit is geen goede bal van Ten Rauwelaar. Hier is Suárez. Met die liga blijft naar de bal kijken. Doet dat keurig. Inworp Ajax. Als Oguraru gaat gooien, kunnen zijn ploeggenoten zich rond de penaltystip gaan opstellen. En dat weet Molhoek ook. Oguraru. Opnieuw Molhoek. Een chipje naar Veher. Het is even 2 tegen 2. Amoa komt niet. Dit is een slechte bal van Chaba Veher. Maduro. De arena wil dat Ajax er eens wat aan gaat doen. Zo gaat dat niet lukken. De Jong in worp NAC. Ja, de moedeloosheid slaat hier en daar toe. Bij een aantal individuen. Van de ploeg van Adrie Koster en Alfons Groenendijk. Ten Rauwelaar. Kolka. Tiliga. Stam. Handig gewacht. Vertonghen zonder problemen mag je aannemen. Gabri wint. De Jong. Tegen Zwaanswijk op. Stam.
Zwaanswijk. Lulling. Emanuelsson. Timed hem al verkeerd. Is ook nog niet wakker hoor, die Emanuelsson. Lulling vastgehouden, maar hij gaat door. En dan herstelt Emanuelsson het buitengewoon knap. Zwaanswijk glijdt uit. Loeken. Huntelaar kan niet gaan. En Loeken is nu boos op Huntelaar. En Huntelaar boos op Loeken. En dat is eigenlijk de beste samenvatting van het aanvalsspel van Ajax tot op heden. Verwijtende blikken, slechte communicatie, geen aansluiting. Ja, het gaat maar door. Loeken nu de gebeten hond. En hij nog zonder een goal. Nog steeds verontwaardigd. Albert Loeken. Lulling. Elschot. Vertongen. Suarez start te laat. Penders. Geen risico's. Huntelaar komt richting keeper. Maar Penders zag dat het nog een eindje was voor de spits van Ajax. Stekelenburg. Huntelaar trapt op de voet van Metiliga. Die heeft daar een beetje last van. Intussen lost Jelle ten Rouwelaar het op. En kijkt hij even heel soeverein naar de spits van Ajax. Metiliga. Penders. Heitinga. Nu valt de bal een keer voor een ploeggenoot. Loeken. Huntelaar buitenspel. Het was op het randje. Maar het was het wel. Het loopt nog niet. Nog steeds niet. Zeker niet tussen de nummer 10 en de nummer 9. De Jong. Van de bal gelopen door in totaal 4 NAC-spelers. Die toch veel meer in de duels gooien dan de spelers van Ajax doen. En dus veel van die duels winnen. Ballen heroveren, ballen veroveren. En met deze tussenstand redelijk comfortabel kunnen rondspelen richting de rust. En daar dan elkaar eens aankijken. Zo van, hoe hebben we dit geflikt? In de arena tegen de koploper. Rusten met een 1-0 voorsprong. Er was weliswaar de eigen goal van Vertongen voor nodig. Maar toch. Opnieuw is hij boos nu op de scheidsrechter. Dat lijkt me verstandiger. Die hoeft ze er niet in te koppen voor je. Elschot. Overtreding Ogararu op Molhoek. Die pijn heeft. Maar niet heel erg veel. Staat alweer. Beetje last van zijn schouder. Opvallend toch dat Ogararu helemaal daar met Molhoek mee was. Half minuut nog. Ronnie Stam opent op Kolka. Heitinga. Weer een foute paas nu van Heitinga. Door niemand begrepen. En zo zitten de 45 minuten, de eerste 45 minuten erop.
is er absoluut geen reden om er iets bij te trekken. En is Adrie Koster een puzzel rijker. Want wat moet je nu doen? De eigen goal van Vertonghen was symbolisch voor de wijze waarop Ajax aan het verdedigen is vandaag. De ruststand derhalve in de arena is 0-1. En dat is toch buitengewoon verrassend. Terug in de arena, precies op tijd om Ajax te zien aftrappen voor de tweede helft. En je mag toch aannemen dat Adrie Koster in de kleedkamer in ieder geval zijn manschappen op het hart heeft gedrukt, laten we het maar zo zeggen, om wat verder te spelen. Niet als verdette. Niet op 70%, want dat kan dus niet tegen dit NAC, dat wel die felheid heeft. Geen wissels, dus Koster heeft er kennelijk wel vertrouwen in dat zijn boodschap is overgekomen. En Gabri heeft goed geluisterd. Krijgt zelfs de vrije trap mee. Snel genomen, Maduro. Iets te scherp voor Suarez. Het loopt nog steeds niet helemaal lekker volgens Johnny Heitinga. De laatste vier van Ajax weer op één lijn. Heitinga het duel winnend van Amoa. Loeken weer eens van rechts. Suarez, Gabri probeert over te steken, maar de bal van Suarez is slecht. En als je dan net hebt afgesproken met elkaar dat het feller, beter en scherper moet, dan is dit geen lekker begin. Metiliga. De bedoeling was Veher. Dus moet Metiliga hier opnieuw aan de bak. En mag hij nog eens gooien. Molhoek moet weg. Nou, dan ga je ook wel als Patrick Metiliga dat op die manier tegen je zegt. Maar het resultaat is weer hetzelfde. Behalve dan dat Ajax nu mag gooien. Ogararu. Maduro staat vrij. Huntelaar uit de spits. Emanuelsson. Komt dat hogere tempo er ook van? Of niet? Blessure bij Lulling. Geraakt in de lendenen. En dan dokter Blom die hem helpt. De koppers zijn aanwezig. Loeken met de vrije trap. En daar is Suarez bijna, waar het niet. Dat Veher ertussen zit. Suarez. Sien de Jong wellicht. Een overmacht aan NAC-spelers. Stam, geen Hens Maduro. Onopzettelijk. Dan doet Molhoek het zo. Krijgt een tikkie van Gabri. Molhoek gaat altijd met heel veel pathos naar de grond. Dan is het puffen en blazen, maar hij heeft vaak niks. Kijk. Niet nodig wat Molhoek daar doet. Zwaanswijk. Weer een prachtige paas in de voeten van Lulling over een meter of 60, 70. Elshot. Lulling in de sandwich. Iedereen is de bal kwijt. Emanuelsson vindt hem als eerste. Weg is weg. Suarez tegen de twee centrale verdedigers. Foutje Zwaanswijk. Overtreding Zwaanswijk. En is dit een doorgebroken speler, ja of nee? Blom kijkt naar zijn assistent. Die geeft niets aan. Wat doet hij? Hij doet weer niets of wacht hij? Nee. Want technisch gesproken is Suarez er doorheen en is Zwaanswijk de laatste verdediger. Natuurlijk loopt Penders daar nog, maar het is absoluut een doorgebroken speler. En er is geen eens geel, laat staan rood. Loeken. Weer makkelijk, nu voor Metiliga. Ook Veher was daar. Loeken.
Vertongen. Buitengewoon slordig weer. Komt hier opnieuw niet aan de bal. En dan is hier Elshot. Overtreding Maduro. Nou, het is niet echt een ander Ajax dat we zien. De eerste kleine 5 minuten in de tweede helft. Lulling. Amoa. Lulling. Elshot. Elshot mag een vrije trap nemen. Irritatie van de Ajaxide neemt toe. Richt zich vooralsnog vooral op de arbitrage. En daarvoor is niet altijd reden. Metidiga. In 3 instanties heeft hij hem. Heitinga, Kolka, Veher, een duw van Heitinga. Inworp voor NAC. Metidiga. Amoa. Kolka, ja. Molhoek met alle tijd voor een voorzet, maar er is geen spits. Achterin is Lulling. Slalom van Lulling. Ronnie Stam. Af en toe heb je het gevoel dat NAC een mannetje meer heeft, maar dat is toch echt niet zo. Metidiga. Gabri op inzet. En dat is wat Ajax nodig heeft. Maduro. Suarez. Maduro goed doorgelopen. Eindelijk ziet het er een keer zonnig uit wat Ajax doet. Huntelaar vraagt. Maduro blijft lang aan de bal. Hier is Luke. Dit had hem dan moeten zijn. En de arena leeft weer. Dankzij Maduro. Elshot niet helemaal ongeschonden uit die kraak gekomen. Maar Blom staat geen verzorging toe, omdat dat niet nodig is. Loeken met de hoekschop. Ter Rauwelaar. Gabri. Emanuelsson. De Jong. Makkelijk voor Stam. Molhoek. Kolka. Kan sprinten. 2 opties. Molhoek en Amoa. En daar was Molhoek al gepasseerd. Nu wil de arena dat Ajax er een keer snel uitkomt. Maar dat lukt niet. Foutje Maduro. En Amoa gaat het maar eens proberen. Schiet tegen Vertongen op. Tiliga wil hem laten lopen. En dat lukt. Hij was echt over de lijn. Al zien zij dat natuurlijk helemaal anders. En Loeken ook. Lulling. Emanuelsson is gezien. Lulling. Amoa vraagt. Lulling. Oeh, voorlangs. Het is het gemak waarmee Anthony Lulling uiteindelijk zich toch ontdoet van Urbi Emanuelsson. Dat moet Ajax toch zorgen baren. Want het is niet de eerste keer dat een van de backs van Ajax dat overkomt. Ajax gooit via Zwaanswijk. Gabri. Okararu. Suarez. Ruimte voor een actie. Hulp van Loeken. Met links is hij ook goed. Bal stuitert, vervelend. En de Rauwelaar kan hem laten lopen. Maar niet van harte.
Volgens mij is hij nu eindelijk een keer boos op zichzelf. Maar het kan ook net zo goed op Klaas-Jan Huntelaar zijn. En het wordt toch zo langzamerhand tijd voor dit trio dat er eens wat vers bloed in komt. Want met de manschappen die begonnen zijn aan deze wedstrijd, is het vooralsnog geen Amsterdams feest. Wel voor Penders. Huntelaar. Heitinga. Luke Ogararu. Slordig. Zoals eigenlijk al de hele wedstrijd. En Koster heeft Dennis Rommedaal eruit gestuurd. Erop uitgestuurd moet ik zeggen. Eindelijk gaat er wat gebeuren. Adrie Koster roept Dennis Rommedaal bij zich. Die gaat zometeen in het veld komen. Leurling. Stam. Vertongen moet komen. Daar is Amoa en het lukt hem bijna. Hij is zo gevaarlijk tegen Ajax. 6 keer scoorde hij al in 13 duels. Op zoek naar zijn 7e in 14 duels. En hier dichtbij. Mooi gegeven door Stam. Net te ver voor Amoa. Intussen aan de andere kant is Suarez erdoor. En doet Ten Rauwelaar een uitermate nuttige redding voor NAC Breda. Er was al gevlacht. En ook gefloten. Maar het zag er even schrikkend uit. Voor Ten Rauwelaar, die had hem gewoon toch weer hoor. Metiliga. Ogararu. Metiliga is daar nu weg. Molhoek weet dat. En dan is dit nuttig vanuit Breda's oogpunt. Mag NAC zelfs gooien. En daar is hij dan, de snelle Dennis Rommedaal. Hij moet nog even wachten. Heitinga. Stam. Maduro. Moeilijk voor Stekelenburg. Maar ook dat is een goede meevoetballende keeper. Nu is de bal eruit. En is het Siem de Jong wiens rugnummer wordt opgehouden. Het wordt ook tijd voor een wissel. En Koster past hem ook toe. Hij haalt Siem de Jong van het veld. En de snelle Dennis Rommedaal wordt nu ingebracht. Eens kijken hoe het nu gaat staan. Vertongen. Stam. Molhoek. Metiliga. Molhoek. Heitinga. Ogararu. Suarez, overtreding is van Zwaanswijk. In een wedstrijd die nog altijd geen kaarten kent. Loeken. Huntelaar. Gabri heeft weinig tijd, want daar is Molhoek alweer. Uchimata. Snel genomen. Suarez. Ventiliga in zijn rug. Dit is knap werk van Luis Suarez. Hier is Maduro. Draait hij open. Staat daar Veher. Maduro. Gabri. Zwaanswijk. Amoa. In zijn eentje. Op avontuur. Op Heitinga af. Nog steeds Amoa. Nog steeds Amoa. En dan is daar Vertongen. En dat was even nodig ook voor Ajax. Want wat mocht hij ver komen met Amoa. Emmanuelsson. Rommedaal start.
Maar doet dat zonder dat hij de bal krijgt. En Emanuelsson, die helemaal niet in de wedstrijd zit, laat Stam nu lopen. Overtreding Maduro op Lulling. Het is niet de middag van Urbi Emanuelsson. Zoveel is duidelijk. Ajax gooit. Vertongen is nu linksback. Maduro is wat teruggetrokken gaan spelen. Rommedaal is linksbuiten. Emanuelsson loopt nu op het middenveld. Zo is hoe Koster het heeft aangepast. Als Ajax een vrije trap krijgt en Loeken die natuurlijk weer gaat nemen. Hij wacht nog altijd op zijn 50ste voor Ajax. Loeken vindt Huntelaar slecht en ook hier lukt het niet. Wel de hoekschop. Penders naar de grond. Boosdoener was Huntelaar. Gabri opnieuw inbrengen. Stam laat lopen op advies van Jelle ten Rouwelaar. En dat was een goed advies. Nog altijd staat het 1-0 voor NAC. Huntelaar. Nu Molhoek. Nuttig. Emanuelsson. Maduro. Suarez krijgt geen vrije trap. Dus NAC kan eruit met Lurling. Amoa. Lurling. Daar gaat Koert Elschot. Amoa is de enige die mee is. Maar hij is wel sneller dan Vertongen. Amoa! Wat een kans voor NAC op 2-0. En Stekelenburg blesseert zich. Elschot helemaal vrijgelaten. Amoa een puntje had eraan gekund. En dan blesseert hij Stekelenburg. Maar die kan wel verder. Maar niet van harte. Suarez. Nu is hij langs Zwaanswijk. Nu is Loeken de spits. Suarez wacht, kapt, wacht, kapt, wacht. En heeft weer heel veel tijd nodig. Ongeloof en afgrijzen bij zijn ploeggenoten. En bij het publiek in de arena dat voor Ajax is. Moedeloosheid, boosheid en frustratie. Over die actie van Suarez. Nog steeds loopt het niet goed. Loeken, want er hoort wel een hoekschop bij. Molhoek ruimt op. Ogararu. Zwaanswijk. Niets aan de hand, zegt Blom. Geen overtreding op Maduro. Zo beoordeelt de scheidsrechter. Emanuelsson. Loeken. Kolka. Molhoek. Inworp NAC. Precies wat Groenendijk zegt. De bal het werk laten doen. En dat waren aanwijzingen. Voor Suarez natuurlijk. Niet kappen, niet wachten, niet draaien. Gewoon geven. Maduro. Loeken. Enige winstpuntje dat Ajax heeft in de tweede helft is dat het wat meer de bal heeft. Maar de kansjes vooralsnog toch voor de bezoekers.
met twee keer Amoa. En nog altijd staat Ajax achter. Zijn er bijna 65 minuten gespeeld. En loopt hier Emanuelsson zich weer vast. Daar gaat Elschot weer. Want ja, Emanuelsson is daar weg. Nu heeft hij twee opties. Tweede lijn zou je zeggen. Daar stond Veher. Maar hij zocht weer Amoa en dus vond hij Stekelenburg. Rommedaal. Huntelaar. Suarez. Nu paast hij wel snel en nu is het te snel. Huntelaar. Rommedaal. Tegen Elschot. Hulp van Leurling. Maduro. Huntelaar. Voelde hem komen, Molhoek. En ging graag naar de grond. Net iets eerder dan die werd geraakt. Zo heb je dan de indruk. Maar buitengewoon professioneel. En dit is een goede plek. Voor een vrije trap. Hij zag hem komen, wist dat het ging gebeuren en ging gewillig naar de grond. Heitinga voor de streep. Het wordt Johnny Heitinga. Gekraakt. Huntelaar is dan doorgelopen voor het geval dat. En dat was het geval. Maar weer komt Ajax er niet doorheen. En dan komt uiteindelijk ook Kennedy Bakircioglu zo de gelederen versterken. Dan is het echt alles of niets. Vertongen vindt Suarez, die erdoor is. Ten Rauwelaar, het is niet fataal. Maar hij moest hem laten lopen, die bal. Ogararu, Loeken, Zwaanswijk tuint verkeerd. Dan is er altijd nog Penders en dan is het gevaar geweken voor NAC. Vertongen. Nog steeds de enige doelpuntenmaker in dit duel. Buitenspel Suarez. Er wordt hevig aan getwijfeld. Vooral door de Uruguayaan zelf. Die ook gelijk gewisseld wordt door Adrie Koster. Omdat hij niet goed in de wedstrijd zat. Te weinig oog had voor zijn medespelers. Luis Suarez had een paar keer een doelpunt op zijn slof of een goede assist. Maar bakte daar vrij weinig van. Gelijk is hij weg. Beledigd en gefrustreerd. Hij wordt vervangen door Bakircioglu. Wiens voornaam? Kennedy Luit. Ogararu. Loeken met Zwaanswijk. Zwaanswijk is die kwijt. Ten Rauwelaar blijft kijken en heeft weer de bal. Wat een keeper is dat vandaag en eigenlijk al sinds hij in de goal mag staan bij NAC Breda. Het foutje van Zwaanswijk wordt hersteld door Jelle ten Rauwelaar. Amoa erdoor. Amoa, ja, 2-0 voor NAC. Hoe is het mogelijk? Deze komt echt uit de lucht vallen. Ongeloof bijna bij Ernie Brands. En John Karelsen. Ongeloof ook bij Jelle ten Rauwelaar. Want wat was dit voor een goal? Let op de attentheid van Jelle ten Rauwelaar. Hij heeft het gezien en probeert het. Dan het foutje van Heitinga. Amoa heeft hier de bal gevonden en doet het buitengewoon slim. Zijn 7e goal al tegen Ajax in 14 wedstrijden. Amoa maakt er 2-0 van. En dan baal je als je die fout hebt gemaakt natuurlijk. Ja, dit gaat naar het zich laat aanzien dan toch echt gebeuren dat Ajax tegen zijn eerste
een verlies oploopt. En dat mag je toch redelijk sensationeel noemen. Zij gaan het niet meer meemaken. Zij wensen daarvan geen getuige te zijn. Amoa. Veher, want NAC gaat gewoon door. Alsof het niks kost met Kolka. Stam. Alles lukt natuurlijk nu. En dan maar terug op, ja, toch de man van de wedstrijd zo'n beetje. Jelle ten Rauwelaar. Amoa. Alles mag, alles lukt. Veher. Kolka. Veher. Hongarije tegen Roemenië. Even dolle. Tjonge, jonge, jonge. Ajax wordt vernederd. Het is dat die bal net over de achterlijn gaat. Maar daar moet VR toch mee oppassen. Anders dan breekt iemand zo meteen zijn enkels. Vertongen. Emmanuelsson. Loeken. Rommedaal. Nog onzichtbaar sinds hij is ingevallen. Voor Siem de Jong. Hier worden ze ook niet benauwd van bij NAC. Zeker niet Rob Penders. Kort palletje op de Rauwelaar. Dat is niet goed. Huntelaar. Elschot vastgehouden. En dat is niet zo slim van Klaas-Jan Huntelaar. Als hij dat niet doet, kan het gevaarlijk worden. Onze aanstaande koningin zou zeggen, een beetje dom van Klaas-Jan Huntelaar. Ten Rauwelaar slordig. Er zijn natuurlijk nog een kleine 19 minuten te spelen, plus wat blessuretijd. Het kan altijd met zoveel kwaliteit in huis, zoals bijvoorbeeld Loeken. Hier is Kolka. Vindt weer een vrije man. Zijn naam Anthony Leurling. Op Vertongen af. Gabri is er dan voor nodig om Ajax wat lucht te geven. Tja, hij had zeker verwacht dat hij kansen zou hebben, Ernie Brands. Maar dat hij hier met 2-0 voor zou staan, met nog iets meer dan een kwartier te spelen, daar had hij niet eens van durven dromen. Veher. Vertongen. Huntelaar een duwtje van Penders. Het mag van Blom. Hij had er ook wel voor mogen fluiten. Penders, Elschot. Amoa, Elschot wil weer gaan. Vertongen heeft de bal. Langs Leurling. Dat althans is de bedoeling. Nu is het gelukt. Maar nu loopt de bal over de achterlijn. En dan zegt Blom, heeft Leurling helemaal in het begin van dat duel een overtreding begaan. Dus een vrije trap voor Ajax. Weer Loeken. En nu bijna Maduro. Opnieuw afgefloten en dit is in het voordeel van de bezoekers. Dat hoef ik u niet te vertellen. Er was vrij weinig aan de hand of het moet buitenspel zijn geweest. Hier een clubicoon, Piet Keizer. Niet langer technisch adviseur, maar hij gaat zich weer met de jeugd bezighouden. Huntelaar. Wat een frustrerende wedstrijd voor Klaas-Jan Huntelaar. Die alle NAC-spelers zo'n beetje over zich heen krijgt. Maar toch weer de rug recht, de kraag goed doet. En naar voren sjokt. Dit heeft niets meer met voetbal te maken. Dit is worstelen
judoën, jiu-jitsu. En hij blijft, zo lijkt het, onverstoorbaar. Loeken neemt de vrije trap. Richting Heitinga, maar veel te laag. Ogararu. Vertongen. Rommedaal. Rommedaal, daar is Heitinga en daar is Huntelaar. Met de aansluitingstreffer, met nog een kwartier te spelen. Nee, afgefloten. Buitenspel. Eindelijk ging het dan een keer goed. Dit keer dankzij Dennis Rommedaal, die een mooie aansnijdt. En inderdaad, een meter buitenspel. Klaas-Jan Huntelaar. Dus te vroeg gejuicht. Voordeel. Heitinga mag door. Komt weer de lange bal. Opnieuw is het buitenspel van Klaas-Jan Huntelaar, die er helemaal gek van wordt. En nu geel krijgt. En een heel badinerend applausje van Huntelaar en Loeken voor dit optreden van Kevin Blom. Het is toch echt buitenspel, dus waar Klaas-Jan Huntelaar zich nou precies over beklaagt. En op deze manier, zo is afgesproken, mag je dat niet meer doen tegen scheidsrechters. En dan geeft Blom hier wel een gele kaart voor. Kolka. Stam. Veher, even vrij, even ruimte. Maar eens proberen. Doorzien door Maduro. Gepakt door Stekelenburg. Richting Bakir Şoğlu. Hij mag hem pakken, ten Rauwelaar. Even een beetje ruzie met Huntelaar. Maduro. Loeken. Vastgepakt door Penders. Weer een vrije trap voor Ajax. Die ze snel nemen. En dus slordig. Buitengewoon slordig. Het is nooit de schuld van Albert Loeken, heb je de indruk. Je kunt boos zijn op de scheidsrechter. Dat moet je ook vooral lekker doen. Maar ook op je eigen ploeg. Die laten het hier er toch behoorlijk bij zitten. En dus komt een van de oogappels van Adrie Koster nog even in beeld. Misschien valt ook Michael Kroondeli nog wel in. Of gaan ze allemaal maar warm lopen? Lijkt me nou niet de wedstrijd voor Jurgen Collin. Heitinga, Stam, Kolka, Metiliga. NAC probeert geconcentreerd te blijven spelen. Dat lukt niet altijd meer. Krachten vloeien weg. En dus ontstaat er af en toe wat ruimte in die korte tijd die Ajax nog heeft. Om er wellicht nog een gelijkspel uit te slepen. Rommedaal zoekt Elshot op. Trekt naar binnen. Subtiel. Maar daar zijn twee lange mannen. Als het Zwaanswijk niet is, dan is het Penders wel. Heitinga. Ogararu. Gabri even vrij, maar dan vergeet hij de bal. Maduro. Bakir Şoğlu. Buiten Omluk niet. Ogararu dan maar. Maduro dan maar. Vertongen dan maar. Rommedaal.
Weer makkelijk voor Penders in dit geval. Weg is weg. Amoa, de eenzame strijder, heeft de bal gewoon weer. Het is niet te geloven. Vertonghen herstelt het zelf. En dat is goed. Dat is karakter. En dan kan hij zich niet meer staande houden. Probeerde dat wel. Maar krijgt de vrije trap. Gabri. Huntelaar. Geduwd. Niets aan de hand, zegt Blom. Die zich buitengewoon ongeliefd maakt op deze manier in de arena. Stam. Amoa. Stam. Zwaanswijk in de spits. En Stam schiet zelf. En dat had hij beter niet kunnen doen. Want deze voormalige Ajax-ziet had kennelijk ook zin in een goaltje tegen de club waar hij na de VV Schoten aan verbonden was. Maar nooit doorbrak. Rauw. Gabri. Maduro. Huntelaar stond weer vast. En wil weer een vrije trap. Krijgt hem niet. Hij moet goed zo doorgaan. Met al geel op zak. Want anders is er straks nog een keer geel van Kevin Blom. En dan gaat Huntelaar eraf. In wat voor hem een feestwedstrijd had moeten worden. Twee keer eerder wist NAC te winnen. Ik vertelde het u aan het begin van deze wedstrijd. Twee keer werd het 3-1. Nu staat het 2-0. Of 0-2. Bakir Şoğlu. Zwaanswijk, nuttig. Loeken. Ten Rauwelaar. Zo, die heeft gewoon de bal. Er stonden 20 man in de 16. Maar hij kan ook wat hoger. Komt weer zo'n uittrap. Maar geen Amoa nu om daar iets mee te doen. Steeds wil hij een vrije trap. Klaas-Jan Huntelaar is meer bezig met het versieren van vrije trappen dan met het maken van goals. Maduro. Zwaanswijk, duwtje Gabri. Zwaanswijk blijft rustig. Ten Rauwelaar ook. Voor mij de man van de wedstrijd, Jelle ten Rauwelaar. Nu is er wel weer Amoa. Heiting gaat dit keer zonder fout. Ook Araru. Kolka. Veher. Leurling staat te vragen. Al een poosje en helemaal vrij ook. Stam. Kolka gaat. Kolka. Amoa. Gedraaid. Over naar Ajax. Rommedaal. Emmanuelsson. Gabri. Zo gaat het niet gebeuren. En nu krijgt Zwaanswijk het fluitsignaal tegen. Loeken. Het heeft geen zin met die twee lange mannen daar. Ze hebben alles. Stam. Nog steeds Ronnie Stam. En dan laat hij het lopen. Het is een zware wedstrijd geweest voor alle spelers van NAC. Ook voor Jonas Kolka.
Hij was een van de smaakmakers aan het begin van dit duel, Jonas Kolka. Hij wordt nu vervangen door Ahmed Ami. Want ook hij zit er helemaal doorheen. Geldt voor meer NAC-spelers. Er zijn nog mensen die erin geloven. Bijvoorbeeld Klaas-Jan Huntelaar. Buitenspel. Waar hij verwachtte een vrije trap mee te krijgen. Hij lijkt het te hebben opgegeven. Zij blijven Kevin Blom toezingen. Niet bepaald het concert dat je verwacht in de arena. Maar hij houdt zich Oost-Indisch doof. Dan houdt het vanzelf een keer op. Maduro. Bal schiet door. Nu een keer geen buitenspel. Maar nu geen spits die de bal kan aannemen. Penders. De nieuwe frisse man. Ahmed Ami. Vrije trap. Voordeel van Vertongen. Emanuelsson. Op advies van de trainer van Ajax zoekt Ajax de zijkant op. Gabri. Bal blijft binnen. Maar nu 2 tegen 1 en Gabri er bijna uit. Maar als dit dan niet meer lukt, dan mag je toch zeggen, is het wel zo'n beetje gedaan met de Jordaan. En hij weet, met nog zo weinig minuten te spelen, dat het niet meer gaat gebeuren voor Ajax. Emanuelsson. Rommedaal. Even wat ruimte, maar daar is El Shot alweer. Dennis Rommedaal buitenom. Voorzet aardig. Maar te scherp. Het is niet de man van de acties. Het is de man van de snelheid. Maar hij heeft zo weinig meters om te manoeuvreren dat hij wel een actie moet maken. Maar ja, dit komt behoorlijk hard aan. Niet alleen bij Loeken. Drie minuten nog plus de blessuretijd. Ook Araru, Loeken, Zwaanswijk, Maduro. Daar gaat Kennedy Bakircioglu, maar Mitiliga is normaal gesproken sneller. Toch Bakircioglu. Heel lastig natuurlijk voor Huntelaar. Rommedaal. Gedrukte voorzet. Penders wint weer van Huntelaar. Stam, Leurling, Stam. 2 tegen 2. Nu niet meer. Maar ruimte voor Ami. Net in de ploeg gekomen. En brutaal schietend en brutaal scoren. 3-0. Wat een afgang voor Ajax hier in de eigen arena. 3-0 tegen NAC. Dit is wel heel hard. En wel heel fors. Ja, nu gaat iedereen weg. Nu kan het echt niet meer. Ami probeert het gewoon. En met wat geluk. Stekelenburg heel ver voor zijn goal. Maakt hij er 3-0 van. En is het afgelopen voor Ajax. Hij heeft ze stilgekregen. Maar ze zijn er ook niet meer. Nog één keer Loeken. Weer niet Huntelaar.
Die blijft vragen. Geen buitenspel. Huntelaar. Dit is dan zijn 50ste. Maar van een feestelijke goal is natuurlijk helemaal geen sprake. Twee keer eerder in de geschiedenis wist NAC te winnen van Ajax. Twee keer werd het 3-1 voor de Bredase ploeg. En ook deze keer is het 3-1. Een eretreffer met een gouden en tegelijkertijd zuur randje voor Klaas-Jan Huntelaar. Zijn 50ste voor Ajax. Maar ja, wat heb je eraan? Lulling intussen van het veld. Van Gessel erop. Voor de laatste seconde. Maduro. Penders. Hens van Ami. Onopzettelijk, zegt Blom. Ja. Hij blijft het wel proberen hoor, om in ongenade te komen bij de Ajax supporters. Molhoek. Eén minuut nog in de blessuretijd. En dan komt er een einde aan voor de Amsterdamse kijkers. Een heel vervelende middag. Maar voor die uit Breda een historische overwinning. Huntelaar. Loeke loopt zich vast. Veher. Links is Ami weer helemaal vrij. Of rechts moet ik zeggen. Hier is Amoa. En daar is Ami. Veher komt in de bal. Ami gaat weer zelf. En haalt er nog een hoekschop uit. Met nog een halve minuut op de klok. Niemand wil hem nemen. Hij maakte een persoonlijk foutje. Hij speelde niet slecht. Emanuelsson is nooit wakker geworden in deze wedstrijd. Ogararu matig. Nu is het afgelopen. Persoonlijke fouten. Maar vooral ook een collectief falen van Ajax.